11 jaar onderhand. Ik ben als kleine jongen kwam ik hier. Ja, dan wil je toch in het stadion, de droom van in het stadion te voetballen. En ja, vorig jaar ben ik lid geworden van de A-selectie. En nu wil, ja, nu wil ik alleen maar doorgroeien tot een grote speler van PSV. In het begin had ik drie slordige ballen denk ik, achter elkaar. En ja, dan moet eruit. Ja, je hebt die krachttraining wel nodig. Normaal deed ik het altijd op techniek oplossen, maar dat gaat niet meer. Ik heb nog veel contact met Mark van Bommel. Hij appt me nog vaak. Als hij bij de club komt, maakt hij even een praatje met me. Ja, toen hij vorig jaar nog bij PSV zat, was hij veel met me bezig. Ja, dat is mooi dat zo'n grote speler veel met je bezig is. Hij zat goed op mijn nek. Als ik iets fout doe of zo, kwam die Peet. Dit moet je beter doen. Kijk goed om je heen. Hij gaf me wel veel dingen waar ik veel aan had. Ik denk toch dat we er meer eruit hadden kunnen halen als een punt. Het is net die eindpaas die niet aankomt. Maar ja, toch ook weer blij met een puntje. We hebben veel verloren de laatste tijd. Ja, ik voel toch wel dat het steeds beter gaat.